Louis, gefeliciteerd. Was een mooie partij, man. Hoe was de periode voor deze partij in aanloop naar deze partij toe? Ja, ik denk dat je het wel een beetje hebt kunnen volgen. Lang niet kunnen draaien, 9 maanden. Dat is voor mij iets te lang. Veel gezeik over mee gehad. Je weet toch, al die dingen wat omheen speelden rondom Vakitov. En daarna ook nog eens een partij die niet door is gegaan. Een evenement werd gecanceld. Dus het wekte wel wat irritaties. En dat heb ik gewoon vandaag in de ring goed kunnen zetten. Sommige mensen die met de irritaties te maken hebben, die gaan juist soms minder presteren. Of dat doet het er wat mee. Heeft dat je juist extra gemotiveerd om deze partij zo aan te pakken? Wel. Kijk, allereerst ben ik gewoon een professional. Dus ik ben altijd in de gym. Ik neem mijn trainingen heel serieus. Maar dit gaf wel een extra boost. Ja, want kan ik wel begrijpen. En tijdens die partij, je leek eigenlijk echt goed onder controle. En voetenwerk was top, controle in de ring was het. Ja. Wat was het moment dat je dacht van ja man, ik heb hem? Eigenlijk al na de eerste knockdown. Maar ik dacht van ik blijf gewoon rustig. Ik ga niet jagen op die KO, want anders ga je weer fouten maken. En het is toch wel een tricky fighter, weet je toch? Hij komt met zijn hoofd naar voren, weet je, dus hij wil graag clinchen. Dus dan kan je zomaar in zijn spel meegaan en dan wordt het ineens een flirtpartij, weet je. Dus ik bleef gewoon rustig, ik bleef gewoon mijn ding doen. En dan dacht ik van, ja, die KO komt vanzelf wel. En dat is gebeurd. Ja man, dat was echt wel een mooie KO. Ik sprak de trainer net ook. Ja. Hij zei misschien wel de mooiste KO ooit van jou. Dus hij was super blij om het te zien. Wat is next? Want het is logisch, je wilt voor de titel gaan. Ja, dat is wat next is, toch? Dat is de enige titel wat overblijft. En Glory komt wel heel snel met een aankondiging aan. Dus jullie gaan het zien. Het gaat wat moois worden. Oké, want er is dus al wel iets gaande dus op de achtergrond. Er is zeker wat gaande op de achtergrond. En ik denk dat ze snel met bericht zullen komen. Ja, klopt. Want eigenlijk wat je zelfs... Want je zou hiervoor een partij dragen en stond eigenlijk al meteen ingepland om nog een partij te dragen. Hoeveel partijen wil je nog draaien dit jaar? ik wil gewoon busy blijven, weet je. Dus we zitten nu halverwege het jaar. Het is pas mijn eerste partij van dit jaar, dus als ik nog 2, 3, 4. Weet je, ik wil gewoon busy blijven, man. Daarom. Ja, man, dat is lekker. Ja, eigenlijk is het best wel jammer dat Glory al wat aan het doen is, want... Je kan begrijpen, nu met Vakitov, dat dat misschien wat lastig gaat worden. Zou het een idee zijn dan om een interim titelpartij te doen? Of is dat nog iets wat... Het idee. Dat is een idee. Ik hoorde net wel een beetje een slecht idee, maar het is een idee. Ik hou je nog even in de kou, maar ik weet dat er iets heel leuks aan gaat komen. Oké, man, dat is mooi. Laatste vraag, hoe ga je het vieren? Ik ben niet zo van het vieren, man. Ik zeg je eerlijk, ik ga gewoon lekker naar huis straks. Lekker achter mijn vrouwtje kruipen. En lekker slapen, man. Precies. En dan zo snel mogelijk weer in de gym. Ja, toch. Sowieso. Gefeliciteerd en...